Hallo mensen van Limburg. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van GTA Los & Dam. Vandaag geen Billy aflevering, maar vandaag een missie van Jim, genaamd Liberty City Choppers. Liberty City Choppers, ik denk dat het iets te maken heeft met motoren. Hey, Johnny boy, you know the deal? If it ain't one load of bullshit, it's a goddamn another. Tell me about it. Coming close to really losing my shit here. Well, you ain't gonna like what I'm about to do in the next few hours. What? We gotta go steal some bikes from the Angels. Okay, nice. Ain't we a little too old for stealing bikes and clubhouse flags and crap like that? It don't help nothing. Yeah, I hear you, man, but these bikes are the real deal. Now I got a guy who pays me for them, and then he ships them over to Japan. Apparently they're gonna go crazy for these bikes in particular. Now business is business, and the Angels, they're the Angels. So do it for the memories. Okay, it's been a little while since you and me have been on a prank like this together, hadn't it? Right, bro. Okay, we got this. Like the copies out all about the Angels. Might be fun. With the deadbeats. Door ouderwets moeten te gaan jatten. Loading. Yeah, take to me, Johnny. Okay, we achteraan blijven. Maakt het wat uit? Nee. Kom op. Rijd niet zo hard. Not really. At least not since Billy got back. Shit's been too crazy. You should call them, man. They're still cool. Their heads are probably in the same kind of place. Dat klopt. Je stal wel. Altijd zit het hoofd op dezelfde plaats. Behalve als je een goed kid in bent. Of iemand die wat een paar stier kwijt is, zo dat je. Met je hoofd ongeveer op. Op je ding is lekker op je borstkast en zo. Let's go! Ik wil eerder, ik wil eerder. Yay! Bam. Je hebt je shotgun in de hand. Nu wacht op Jimmy. Dan gaan we eens ouderwets in de toren jatten bij de Angels. Bikes on Lost MC turf. These bikes are over by the deadbeat hangout in Tudor. Okay, go to the dinner. Dus we gaan ze lekker storen terwijl ze uit eten zijn. Okay, als ze uit eten zijn, dan kun je ze altijd plagen, want dan laat ze stoppen. Where'd you get the van, Jim? You ain't turned into some kind of trailer queen, have you? Nee. Very funny, asshole. This ship belongs to my contact. Yep. If I wanted to take a bike of mine somewhere, I'd drive it myself. Yeah, having an old lady and kid hasn't made you scared of getting dirty. I was riding bike before your mama rode your daddy, Jonathan. Jackie and the baby, yeah, it's nice and all. And shit, I mean, I love them and stuff, but I'm still a brother. Oh, Kijk dan. Ooh, net geld, drie mee. Logger. Be able to look after them for some time or maybe not ever. Yeah, Johnny, I take your point. I'd have to think long and hard on it, okay? I think long and hard about what I'm gonna order at Burger Shot as well. Ja, I guess. Daar heb je een punt. Iedereen wacht wel zo lang wat je gaat bestellen bij de Mac. Johnny, let's do this. Get him on the trailer, Johnny. Gewoon de eerste beste motor pakken. Are ours. Get the brothers on the fire, Johnny. We need us some help if we're gonna get home. Dadelijk. Zet ik even deze erop. Dan doe ik er wel even op. Dan bel ik daar mijn kleven even voor om. Telefoon. Volgende excuse. Terry. Buiten. Terry, we need. Jonathan, whatever can I do for you? Well, you could save me and Jim's hides from some angry dead. We need your help. Yeah. Now, you know, only a chapter head like Billy can ask for that kind of help. So don't go tell them we're coming to you. Come. We got some backup coming, Jim. Got it.
Hou je aan wat je naam betekent, in de kerk, dus hier laatste. Doe dit. Dood. Kanker. Sorry. Ik heb mezelf neergeschoten door een shotgun. En als het een geen shotgun was, had ik wel raak geschoten. Hopelijk heeft hij opgeslagen dat hij twee motors erop heb staan. Nee. Dus we gaan de missie opnieuw beginnen. Zo, daar de missie. Meteen falen. Gaat goed. Hopelijk is dit een van de weinige doods in deze series. It's time to stick it to him, Johnny. Oh. Let's do this. Ik hoef in ieder geval niet helemaal naar naartoe te rijden. Load the bikes up, man. Voordeel. Zou ik gewoon niet helemaal naar achter pakken? Dat het niet ver staat. Don't touch the colors. Don't touch it. Fuck the police coming straight from. Welke mensen die meest ver hebben dan? You are a loser. Fuck ja. En dan doe ik deze. Ondertussen moet ik echt een stuit. Nee, ik moet rustig aan de motor toe. En dan schiet er een en ik pak de motor. Okay. Ja, dat doen we dan. We zeggen het wel niet tegen Billy. Waarom zouden we het zeggen tegen Billy? We hebben ze zelf opgeroepen dus. Billy hoeft hem niet alles te weten. Hey, Terry en Clay, jullie kunnen ons best wel helpen. Ah, ik ben nog steeds een beetje bij gewend. Doe dood. Doe dood. Doe dood. Ik zei, doe dood. Jij wil, doe dood. Dood, goed zo. Dood. 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 Goed zo. Wat? Waar kom jij vandaan? Ik had je net neergeschoten. Ik heb je nergens geschoten. Hey, ik zou het heel erg waarderen als jullie ook zo mee helpen met dat motor oppakken. I think I got all the help I needed. Oh. See ya. Hey. Oh, hier is de verkeerde motor. Zou je iets krijgen eigenlijk als je alle motoren zou hebben? Oh, doe maar uit, doe maar uit. En te laat is daar. We taking this truck back to your contact. Contact. Ja, dat doen we wel. Want dus is het vader praten op de boemtje in de reis. Oh. Zo, even een raampje intikken. Dan bleef ik echt van achter aan mijn vader. En toen had ik er een kogel van. En ik weet niet nog niet zo. Ja, nee. Nee, nee. Dan heb ik gewoon geen kogels meer. Zo cool hebben. Ik heb ze toen opgevallen. Ja. Goed team opgevallen. Had ik nog wat gedaan om een hogere snelheid. Hé, broeders, kom jullie net naar wat ik heb. Ik kan wel wat hulp gebruiken met al die eentjes daar achter mij. Jij rijdt wel erg prachtig. Oh, ik heb me verruimd. Ja, we zijn wel, ze durven al niet meer nu ze bij de los zijn. Maar we zijn dus aangekomen op onze plaats. Hier staat Peter. Peter Jan Dorf. Peter Jan staat daar gewoon op te wachten. We should unload a couple of these bikes. A prospect can handle the truck. Already then, amigo. Moeten we zelf de motor uitladen of is dat niet meer? Oh, I always get a kick out of sticking it to them panties. Old habits die hard, brother. Yep. Too bad times weren't always this easy. I knock on the police. Oh, shit. Be cool, man. Oh, what do we have here? Looks to me like a couple of mopes with some stolen bikes.
Stolen bike. Je moeder is gestolen. Oh! Well, looks like these mopes have outsmarted us, don't it? Unbelievable. These inbred biker rednecks get smarter every year. Ah, parents fuck must you. Have been fucking brilliant siblings. Yeah, funny. Think you're smart? How smart you gonna feel when we drag your old lady downtown, turn the cameras off, and interrogate her real hard? And I bet she'll love it. Yeah. She'll be begging us for another fucking interrogation in no fucking time. Oh! Oh, we've been watching the Angels of Death shit, birds. That's right, we saw the whole thing, you fucking jerk-offs. Case closed. And now you're gonna fucking pay us, just like your daddy paid your mama for sex. Skate bitch wouldn't even give her own brother a freebie. Yeah. Yeah, think of a number, assholes. And it better be a big one. While you're at it, we're gonna be watching. So you better behave yourselves, boys. Ha! Watch this. Look. Assholes. Fucking cocksuckers. Fucking pricks like those who maybe joined the Lost in the first place. I'm gonna go back to the clubhouse. See who's around. Yeah, do that, man. Later, man. Kim? Later. Nou, dat was dan de derde missie. Derde dag. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Druk op het duimpje omhoog. Dan zien jullie de volgende maandag. Hier op Denver Gaming.